for the Crave mensen, in September, Twin Talk is the full moon. Okay, Crave, we gaan even kijken. Now, Crave, some sort of a problem come up where mensen have achtergekomen that jullie Crave have even shadow. And it's made to make the the sickte van iemand, okay? Ik ken een kind of iemand on this. And what's seen by here is that verdriet voor een netwerk. Jullie crave of a network or career. And if a watman vehicle of tweeling gaat even vertel over wat jullie crave samen met een jong stier Michael Stenbach gedaan. En ik zie een eind te komen hierop voor jullie. Then seen by some sort of a moeilijk einde met a group van mensen. Some sort of a networking that jullie had connect met. Data and informatie come out. Dan seen by a eind. And the eind have made to make met some of van jullie crave. Well, some sort of a new eind. Younger crave. Some of van jullie crave that is zwanger. Your word befallen in the eerste week. Aang vanaf as you been. A moon person is in the eerste week. A zon person is in the last week. Verdriet over een rechtszaak. Mensen hebben nu achtergekomen wat een jong stiermaak of steenbok heeft gedaan. Okay. Nou, we gaan even kijken. Okay. Dus, als we bekijken, jullie crave some sort of a geheim. Some sort of a geheim dat je had gehouden is nu boven water gekomen. And it is a situation where jullie crave how it's that you will need het uitkomt en het komt uit. So, misschien is over jou, misschien is over iemand anders, maar iets wat je had gehouden en je wil niet laten dat andere weten, komt best wel uit in deze full moon als je bent een sunrising. Verdriet is hier voor een netwerk van mensen. Mensen komen achter dat deze mensen have created some sort of a spelletje. Okay, dat is een groep van mensen dat samenwerken en samenwerken om iemand teken te werken. En mensen is nou van op de hoogte. Dus ik ken vrienden, ik ken co-workers dat have a groep opgesteld en have teken u samen gewerkt. Some sort of a news is now here. The rector of it's uitgezet. And the rector now come after that a Romley of Boltscott person. It was niet goed basic that deze Romley of Boltscott person is mentally ill van vakens that deze person have iets gedaan and some sort of a communicatie krijg mensen that deze person is niet goed basic, okay? Dus het zo is dat deze person is mentally overstore of mentally niet goed, weet je? Dus ik weet het niet as there was an aflastering van iemand. And a Romley of Boltscott person have some sort of a data and informatie, communicatie uitgegeven and mensen recognize that jullie crave was niet goed bezig met wat je was aan het doen. A young stier Mark of Stenbosch and come out of this issue, maar ik zie dat jullie crave word kapak. Dus deze young stier Mark of Stenbosch word successful over a situatie, over wat jullie crave heeft gedaan, okay? Die gaat jullie crave opgeven zodra die kan uit het probleem uitkomen. Een oude stiermaak of steenbokken komt uit some sort of oneerlijk spelletje dat je hebt deze persoon in gezeten. Mensen nou komen achter dat jullie crave of gelogen, gelikken en bedriegen en gelogen over deze oude stiermaak of steenbok. Die recognize dat je had niet de waarheid verteld. En ik zie dat deze oude stiermaak of steenbok person wint een lawsuit over jou. Omdat ze hebben gezien dat je hebt deze persoon ontrek behandeld. Okay. We gaan even kijken naar de moon rising mensen. Moon rising mensen. Verdriet, verdriet, verdriet. Omdat er is een einde dat komt op voor jullie. Groot verdriet.
And this verdriet is that sommige van jullie moonrise in mensen hebben gelegen een bedrieger en vertel niet de waarheid over een oude stiermaak of steenbok. En deze persoon hebben echt tegen u opgestaan. Je hebt creëerd een mis voor deze vrouw. En deze vrouw staat stevig op in haar schoenen en ik zie verdriet. Dus je kan iemand op de workfloor, kan je moeder of je tante of zo, maar je had echt niet de waarheid over deze persoon verteld en deze persoon stond stevig op. Een onderzoek is nu over, omdat mensen recognize dat jullie kreef of niet de waarheid over een stiermaak of steenbok vertel en creëer some sort of oneerlijk spelletje dat deze vrouw gezondheid is ook hier aan kartas door wat je hebt gedaan. En ik zie dat mensen stop nou deze onderzoek omdat de mensen is nou van op de hoogte dat jullie kreef of niet de waarheid vertel. En eind komt na some sort of onderzoek. En weet je, mensen, als je iemand gaan opgeven en verschiet over iemand, je bent mental niet goed, oké? Omdat je kan niet opbellen en vertellen iets over iemand, alleen dat jij bent niet eerlijk, oké? Want als jij hebt geen contact met iemand, en dat is het menselijk en bedrieger van wekens doordat ze wil gewoon onkenomen en dat soort dingen. Dames en heren, het is één ding dat ik heb geleerd. De waarheid. Oké? Mensen kan je either haten of ze hoef je niet aardig te vinden. Mensen spreken de waarheid altijd. Deze kreef of iets gedaan. En wanneer iemand heeft achtergekomen wat deze persoon heeft gedaan, deze persoon heeft gelikken en bedrieken over een stiermaak of steenbok, dat het aantast de persoon gezondheid. En is een situatie waar deze stiermaak of steenbok is niet van op de hoogte dat deze persoon zit echt bezig met ze. En dat is het kreef. Je moet leren, en dat is een slechte eigenschap, loslaten, oké? Okay? Jullie krevel altijd mensen aanpakken en altijd dingen vasthouden. Als iemand zegt, ik wil geen connectie met je, of ik wil niet samen met je gaan, je moet dat respecteren, weet je? En het is een situatie waar ik zie heel veel van jullie komen in moeilijkheden vanwege dat jullie hebben iets verteld dat was niet waar, en kost iemands leven. En dat kan word succesvol over jou. Omdat mensen recognize dat het is niet waar wat je hebt gedaan. Tegen dat persoon. Met some sort of a communicatie tussen u en een Ramley of Boats got a person. Mensen komen achter dat deze Ramley of Boats got a person is mentally niet in orde. Het is een situatie waar misschien jullie hebben deze Ramley of Boats got a person gepakt en je komt achter dat mentally deze person is in de waard of deze person is mentally disturbed. Oké? Okay? Dus some sort of a communicatie waar misschien is een kind. Of misschien is een kind op school. Of misschien is iemand in de ziekenhuis. Maar je recognize dat deze person mis a paar screws, oké, okay? Miss, iets hierboven is niet goed, oké, okay? En het is een situatie waar je deze persoon kapak en deze persoon zit te liggen en bedriegen. En het is zo, het zegt, je weet, diegene spoort echt niet. Dus ik ken dat jullie zijn, onderzoeken of zo, en je hebt deze persoon kapak en je dan recognize je, weet je, die andere persoon zit, die spoor echt niet. Dus is een situatie zo, is openlijk is niet je kind, omdat het is niet goed als je recognize dat je eigen kind zit te likken en bedrikken. Dat is verdrietig voor je ouder. Als je kind spreekt niet de waarheid, omdat je weet nooit wanneer wat gaat gebeuren. Dus ik zie succes voor een stiermaak of steenbok. Een oude stiermaak of steenbok was verpest. En die kwam achter dat jullie kreef hebben het gedaan.
Het is een heel lange tijd dat jullie kreeft zit achter een stiermaak of steenbok. En het is een situatie. Misschien is je moeder, misschien deze persoon was niet goed. Maar ik zie dat een situatie waar jullie kreeft zit achter deze persoon. Is alsof je maakt deze persoon leven gewoon kapot. En mensen komen nu en zeggen, nee, dit komt tot een eind. Het is fout. Wat je doet is niet... wat je doet is niet goed. Deze persoon, je laat deze persoon met rust nu, oké? Ik zeg namens de tot volgende keer.